van de fundamentele dingen van het menselijk zijn is het verbonden zijn, miteinander zijn. Hè? En kunst speelt ook daar een heel fundamentele rol. Mensen die kijken naar een voorstelling of een boek lezen, of die daarin een gemeenschappelijkheid vinden, zelfs over de tijd en over de generaties heen. Hè? Dus in die zin is kunst eigenlijk een soort van factor van menselijkheid, omdat het, ja, kijk, twee mensen kijken heel verschillend naar eenzelfde werk of naar eenzelfde voorstelling en hebben daar andere ideeën over, en toch is er daar een soort van gemeenschappelijke factor die maakt dat zij in die fundamentele menselijkheid zijn. In die zin vind ik dat kunst zelfs meer is dan welzijn. Kunst geeft toegang tot het zijn zelf, tot wederom de fond, hè, die ons allen verbindt. Het is dus geen individueel gegeven, ook niet. Het geeft ons toegang tot een proces, je zou bijna kunnen zeggen een neurologisch proces, tot een proces dat ons allen, mensen, over de tijden heen en over de culturen heen kan verbinden. Want ik wil zeggen dat het allemaal hetzelfde moet zijn, hè, maar er zijn analoge processen in alle culturen over de wereld, alle bekende culturen, analoge processen in het omgaan met de dood, het omgaan met leed enzovoort. En dat is herkenbaar. Dus het is in de herkenbaarheid en in de verbinding dat kunst eigenlijk een beetje de toegang brengt. We kijken naar een voorstelling en we voelen een soort gemeenschappelijkheid die, dat is heel paradoxaal, heel verschillend kan zijn. Ik kan iets totaal anders voelen dan mijn buurman in een voorstelling, en toch zijn we in dat verschil heel erg verbonden.